Welkom bij deel 2 van de Blender 2.8 voor beginners. In deze les gaan wij speakers, knoppen, een naam, kleur en de reflectie toevoegen. En om je even te herinneren, heb ik hier beneden een kleine display dat laat zien welke muis- en toetsenbordknop ik gebruik. Het eerste wat we gaan doen is de basis maken voor de speaker. Iets wat we vorige keer ook al hebben gedaan en kunnen handig gaan gebruiken. Dus we gaan naar het voornaamstig met numpad 1, Klik op de televisie. Drukken we op Tab om in edit Mode te gaan. Zoomen we even in. Nu is het zo dat één puntje heet een vertex. En meerdere puntjes heten vertices. Iets wat ik even wil melden. Dus we selecteren één vertex. Houden we Shift ingedrukt. En nemen we er nog drie bij, zodat het een mooi vierkantje is. En dan drukken we op E van Extrude. Alleen nu zien we niet zoveel wat er gebeurt. We gaan op Escape drukken om het ongedaan te maken. En drukken op S van Schalen. Zodat we dit krijgen. En dit is ongeveer goed. Alleen nu zie je dat deze lijnen niet helemaal recht lopen. Dat kunnen we heel simpel oplossen. We drukken op 1 vertex, shift ingedrukt houden en drukken op deze. Nu drukken op s van schaal en op z. En als ik nu mijn muisknop er naartoe beweeg, zul je zien dat die lijnen graag recht willen staan. Alleen we hebben niet zoveel controle. Dat kunnen we op één manier oplossen. En dat is gewoon simpel op 0 drukken en dan linkermuisknop om het te houden. We drukken op deze vertex, shift ingedrukt houden, we nemen we deze erbij, s, z, 0, linkermuisnop. En nu hebben we een mooi, prachtig vierkantje. We moeten het alleen eventjes iets meer naar boven zetten, dus shift ingedrukt houden, om die erbij te nemen, drukken op g, z en gewoon, hier is prima. Nu houd ik mijn muisnop even ingedrukt zodat ik naar 3D view ga, zodat jullie goed kunnen zien wat we nu gaan doen. Nu drukken we op E. En beweeg ik mijn muis een beetje naar de tv toe. Zoiets is prima. Dan weer naar het vooraanzicht met numpad 1. Druk op E. Escape. S. Doe ietsjes naar binnen zetten. Zoiets is prima. Alleen je kan zien dat het niet helemaal gelijk is aan de onderkant en aan de zijkant en de bovenkant. Dus moeten we er even wat aan gaan doen. Ik zoom even in zodat het duidelijk is. Wat we nu gaan doen is ik ga gewoon op S drukken en op Z omdat ik alleen de boven onderkant iets meer gelijk wil hebben. En dit is gewoon iets wat je op de ogen moet doen. We hoeven geen ctrl ingedrukt te houden en dat soort dingen. Dit is prima zat. En nu wat we even moeten doen is dus met de tv even een mooi randje eraan maken. We kunnen simpel een randje aantikken door alt ingedrukt te houden en dan het buitenste lijntje te selecteren. Zoals je ziet hebben we alleen het buitenste lijntje. We drukken op Ctrl-B. En slepen we de muis iets van het lijntje af. Klein tekje. Dit is prima zat. Alleen als we in het vooraan gaan met numpad 1. Zie je dat deze lijn ook niet helemaal netjes is. Op zich maakt het niet uit, maar we moeten er wel wat, wat aan doen. Dus we houden al ingedrukt. En klikken we op deze lijn. Het is de buitenste van alles. Ik laat het even zien. En vanuit het vooraanzicht met numpad 1, gaan we dit even. Bestellen. Dus, wat ik hier ga doen, is ik ga op G drukken en op Z, dat alleen links en rechts kan. En dan ongeveer uh, op de oog kijken of het goed is. Je ziet dat de bovenkant uh, dunner is dan de onderkant. In dit geval mag ik hem even iets breder, dus op S en dan Z, ietsjes breder maken. Dit is prima, ik kijk boven en beneden. En dan druk ik nu op G en Z om hem te verplaatsen. Een Tikje omhoog. Heel beneden. En ik vind dit prima, zat. Nou, hoef je het natuurlijk niet helemaal op de millimeters goed te gaan doen. Want als we uit tap gaan, dus edit mode, en we zetten onze camera hier neer, dan kan je echt niet op de millimeter zien of het wel of niet klopt. Vanuit het vooraanzicht in edit mode met tap, doen we even x-ray aanzetten. Want x-ray zorgt ervoor dat we erheen kunnen kijken. Klik ik in een leeg veldje. Sleep ik mijn muis de andere kant, of ik hou mijn muis ingedrukt eigenlijk, is beter te zeggen. Zoom ik in, ook ik shift en mijn muis zo ingedrukt. Dus sleep ik de camera even omhoog. Zoom ik nog meer in. En nu ga ik op G drukken en op Z. En zet ik hem eens een klein tikje omhoog. Dit is prima, zat. Nogmaals, hoeft niet op de millimeters. Ik uit edit mode. En nu hebben we hetzelfde gemaakt als vorige keer en kunnen we aan de speakers beginnen. Ik zet X-ray even uit. Gaan we nog steeds in Edit Mode met Tab? en Nu gaan we de, uh, de speaker speakerlijnen maken waar het geluid doorheen uh, bounced. Alleen nu zit het tv een beetje in de weg en ik wil iets meer ruimte hebben. En daar kunnen we wat aan doen. Als ik nou op A druk, zoom maar in. En ik hou Alt en Shift ingedrukt zodat ik alleen deze lijn deselecteer. Moet je wel goed kijken. Want. Deze hoort er ook bij. Zodat we één lijn hier uh, gedeselecteerd hebben. Dan drukken we op H. H van Hiding. En nu is de tv weg. Willen we de tv terug hebben, druk op Alt H. Dat is een heel handig uh, iets. Nu moeten we alleen zorgen dat we even een groot gat hierin hebben. Dat kunnen we doen door op A te drukken. Dan drukken op X. En dan only faces. want We willen alleen dat. Plaatje eruit hebben, maar niet de lijntjes en de puntjes. Nu moet ik even een nieuwe plaat inspannen, want we moeten op het grid werken. En als ik even naar vooraan zie, gaan we nummer 1 en ik zoom eventjes in, zul je zien dat deze lijn niet netjes op het grid zit. Maakt in feite niks uit, of in principe, alleen ik ga je een trucje laten zien. En voor het trucje kan het maar beter even op de grid zitten. Dus ik druk op Shift A. Ik klik op plane. Dan hou ik shift ingedrukt en doe ik alleen deze puntje wegklikken. Druk ik op x. En dan vertices zodat we alleen dit puntje hier overhouden. Nu gaan we even naar het zij met zij aan met numpad 3. Kom ik wat in. Druk op g. Dit keer hou ik control ingedrukt, maar ik ga geen uh, lock gebruiken. Ik zet hem gewoon weg hier. En nu alleen voor de zijkant hoeven we niet op de grip te zitten. Wordt allemaal heel duidelijk. We drukken op G en op Grieks I en ik ga hem grobweg gewoon hier neerzetten. Hoeft niet precies, Het komt straks allemaal in orde. Vanaf het vooraanzicht met numpad 1 moet ik hem nog even verzetten. Maar je ziet dat hij nog steeds van de vooraanzicht netjes op de grid zit. Druk op G, houden we combo ingedrukt en ik ga hem weg hier neerzetten. Dan drukken we op E van Extrude. Hou ik Ctrl ingedrukt, ik ga geen X gebruiken, ik zet hem weg hier neer. Dan E, twee puntjes naar beneden, drukken weer op E, Ctrl ingedrukt houden ten alle tijden. Zet hem hier neer. Nu moeten we de andere puntjes selecteren, houden we Shift ingedrukt en klikken op het puntje en drukken op F om het in te vullen. Dus vanuit deze aanzicht zit alles op de grid, dat is wat we willen. En van de zij aanzicht zit niet alles op de grid. Maar dan gaan we wat aan doen. Want we hebben net hebben we al die lijntjes die niet recht waren maar scheef. Hebben we recht gezet. En dat kunnen we ook met dit doen. Dus wat we doen. We drukken op A om alles te selecteren. Drukken op S van schaal. En dit keer drukken we de Grieks I in. En dan drukken we gewoon simpel op 0. En linkermuisknop. En nu als ik hierop inzoom. Kun je zien dat. Wat we net toe hebben gevoegd is gelijkwaardig aan de lijn die we nu hebben. Nu is het wel zo dat je misschien denkt, hé, hey, maar als die lijn verplaatst is, klopt het wel met de tv? Het klopt nog steeds met de tv. Als ik alt-h indruk om de tv terug, terug te brengen, dan klopt deze lijn nog steeds met die lijn als het gaat om dat ze allemaal kapas zitten. Wat h eigenlijk doet is slechts de tv verbergen en niet... Uh, zorgen dat het uh, geen connectie meer heeft. Het heeft nog steeds connectie. Ik druk nu even Ctrl Z in om het ongedaan te maken. Een stuk makkelijker. Wat we nu gaan doen, is we gaan deze uh, strepen hier gaan we vormgeven. Dus ik druk alleen even op dit vertex hier. Dan hou ik Shift ingedrukt en druk ik ook op deze. Gaan we naar het zij aan maar numpad 3? doen we wat in. En nu drukken we op E om het uit te rekken. Dan houden we Grieks ei aan. Uh, Ctrl erbij, zo handig. Zetten we het hier neer. Nu is het wel zo dat we nog even een face moeten invullen, want hij is open. Dus drukken we op F. Dan gaan we weer via de, via de zij aanzicht verder. Wat we nu moeten doen, is we moeten een extra lijn toevoegen. Dat hebben we eerder ook met de tv gedaan. Dus drukken we op Ctrl R. Klikken we twee keer en nu hebben we een extra lijn. Wat we hiermee doen vanuit het zijaanzicht, zetten we de X-rij aan zodat we erheen kunnen kijken. Klikken we in een leeg veldje, hou je muis nog ingedrukt met een bokje. Nu hebben we deze puntjes van voor en achteren. Vanuit het zijaanzicht drukken we weer op E, houden we Control ingedrukt en zet je hem één blokje verder dan deze middenstreep van het blokje. Hij is één blokje verder over het midden. Voordat we verder gaan, Druk op x en dan only faces, want we willen als ik x eruit zet, zodat jullie het beter kunnen zien. We willen dat er gewoon een gat zit. Dan is het zo met een oudere tv's als je schuin genoeg doorheen keek, kun je eigenlijk in de tv kijken. Uh, het moet natuurlijk ook omdat er moet geluid uitkomen. Het volgende wat we gaan doen is we gaan nog even een dingetje eraan vastmaken. Dus we klikken op deze vertex. Aan de andere kant op deze vertex en vanuit de zijaanzicht druk op 1 en dan moeten we even naar boven en beneden vastzetten. En dan hou je combo ingedrukt voor grid en zet hem hier beneden neer. Dus dit is wat we nu hebben. En nu komt het waarom we dit op de grid moeten doen. Druk even op nummer 1 voor het zij aanzicht. Zet ik x-ray aan zodat ik alles kan selecteren. Zet ik hem even uit zodat jullie kunnen zien wat ik ga doen. Nu druk ik op Shift D om het te kopiëren en hou ik Ctrl ingedrukt. Zet ik hem hier neer. Nu moet ik niks meer aanraken, want Blender onthoudt nu dat ik gekopieerd heb en neergezet heb. Twee stappen, maar onthoud het als één stap. Als ik nu Shift R druk, zal hij die stap kopiëren. Ik kan hem ook ingedrukt houden, maar ik moet wel voorzichtig zijn dat je niet te laag gaat. Van ongeveer tot dit is prima, en nu moeten we al deze puntjes samensmelten. De puntjes, ik doe maar even in even. deze puntjes van de onderkant van dit object moeten vast aan de bovenkant van dit object, want hier zitten in feite nu twee puntjes en al die puntjes kosten allemaal weer extra, extra. Dus wat we doen, we drukken op A om alles te selecteren. Drukken we op Alt M. En doen we merge by distance. Oftewel samenvoegen op afstand. Klinkt een beetje gek, maar het is een afstand van 1 uh, duizendste van een millimeter. Wat heel erg klein is. En uh, je kon zien dat het 72 vertices heeft verwijderd. Als ik dat goed heb. Dus nu hebben we dit in één stuk. Heel mooi. Dus nu gaan we deze zijkanten invullen met faces. Maar nu is het zo, we hoeven het maar vier keer te doen. Nou, we selecteren deze, deze hierboven, deze hier en deze hier. Dus dat je de hele voorkant geselecteerd hebt. Druk op F om dat in te vullen. We het ook even beneden doen. Deze, deze, deze en deze. Druk op F. En nu zou je denken, moeten we nou echt al die puntjes feestjes gaan maken? Nee. Want in dit geval is het een artwerk. En een artwerk is, is gewoon iets wat je laat zien. Het is niet iets wat je in een spel gaat gebruiken. Het is niet iets wat je in een film gaat gebruiken. Het is niet iets waar je een, een, uh, een, een modifier gaat toevoegen, waardoor alles uh, smooth wordt of mooier ronder. We voegen helemaal niks toe. Dit is gewoon om een plaatje te laten zien aan iemand. Wat we dus kunnen doen, wat ik ermee bedoel, is we kunnen gewoon deze, vier puntjes selecteren en op F drukken. En het is prima zo. Hoeft echt geen uh, te veel werk van te maken als je het slechts voor een plaatje doet. Het is gewoon onzin. Hoeft helemaal niet. Nu is het wel zo bij een render? Uh, kan er iets raars zijn? Ik zal het even laten zien. Ik druk nog even op F voor deze. En dan druk ik op Alt H om de tv terug te brengen. Klik ik in een leeg veldje. Of Alt A om te deselecteren. En nu hebben we een speaker setje. Nu was het zo in mijn eindresultaat van mijn render. Aan deze kant. Uh, ondanks dat dit een vierkante plaat is met maar vier puntjes. Had ik toch een gekke streep hier En ik ben gaan vragen aan de community. Van een Engelstalige Discord. Wat is er aan de hand? Nu schijnt het zo te zijn dat, wanneer Blender iets rendert, maakt hij van alles maakt hij een triangeltje. Dat is iets wat, wat ik nooit eerder eigenlijk had gezien, maar het is dus een ding. En terwijl het toch een vierkant is, hoe kan er nou een extra streep zitten als die streep er niet zit? Dus... Het kan gebeuren dat er een strijp zit. Maar nu hebben ze ook een handige een appje gemaakt voor dit programma. Het zit al in het programma. Alleen je moet het even activeren. Het is gewoon een druk op de knop. Niks met telefoons of wat dan ook, of een e-mail. En dan kun je vier puntjes selecteren. En dan druk je op uh, netjes maken. En dan maakt hij het weer netjes. Dat is het enige wat ik hier had. Maar er werd mij gezegd: het kan ook hier gebeuren. Maar in mijn eindresultaat gebeurde dat dus niet. Dus het is helemaal niet erg als je het zo dicht maakt. Goed, als ik even op tap druk, hebben we nu een mooi speaker-uitgangetje hier waar het geluid lekker erheen kan blaren. Wat we nu gaan doen, is we gaan knopjes maken. Ik druk even op het tv'tje en dan druk ik op H om het te verbergen. En nu gaan we een ring inspannen. Dat doen we door op Shift A te drukken. En dan druk ik op cirkel. Alleen, er zijn een beetje te veel puntjes in de cirkel. Totaal 32. Uh, wij gaan het maken op 16. Uh, het punt is. Hahaha. Ik maak geen uh, low poly artwerk. Maar ik maak ook geen hoog gedetailleerde artwerk. Ik heb gewoon iets zelf uh, ontworpen. En ik vind het mooier als, er, als het niet helemaal echt is. Maar ook niet helemaal uh, nep. Ik weet niet hoe ik het moet noemen. Maar we gaan in edit mode. Van een voorafzicht drukken op E, want alles is al geselecteerd. Drukken we op Ctrl en brengen we het vier blokjes omhoog. Drukken we weer op E, twee blokjes omhoog. Drukken op S om het te schalen. Ctrl ingedrukt houden en twee blokjes opzij. Nu hebben we eigenlijk aan het knopje zelf al een randje gemaakt. Nu drukken op E, drukken op S om het te schalen en drukken we iets naar binnen. Drukken weer op E, S. En nu doe ik hem zo ver naar binnen terwijl ik Ctrl ingedrukt houdt. Dat die pijltjes veranderen in een soort kompas, die niet weet waar hij heen moet. En dan klikken we. Nu moeten we al die puntjes samensmelten. Druk op Alt-M. En dan druk we op By Distance. En nu hebben we een simpel knopje gemaakt. Als ik nu van de zij aan het zicht even op R druk van Rotate. En dat even vastzet met X. Pompo ingedrukt houden. Zet ik mij even op Zij. En dan druk ik op Alt-H om de TV terug te brengen. Druk ik nog één keer op de knop druk op g, ctrl ingedrukt haal, ik kun een hem netjes zo tegenaan plakken. Dan gaan we naar het vooraanzicht met numpad 1, druk op s voor schalen en doe ik hem even kleiner maken, want het is veel te groot. En dan uh, druk g, ctrl zet ik hem even grofweg eventjes hier neer. Uh, wat we nu gaan doen is, we moeten deze knop kopiëren. Het zal later duidelijk worden wat ik precies bedoel maar net hebben we geleerd dat we kunnen kopiëren met shift d. Maar dat gaan we niet doen, we gaan kopiëren met Alt-D. Want wanneer je met Alt-D kopieert, is het wel hetzelfde. Maar als ik nu iets verander aan deze, zul je zien dat die andere ook verandert. En wanneer je iets met Shift-D kopieert en je verandert aan één knop iets, dan verandert een ander knopje helemaal niks. Dit is echt heel erg handig en het is ook met kleuren zo. Als ik deze nou een zwarte kleur geef, krijgt deze ook een zwarte kleur heel handig. We gaan even naar het bovenaanzicht. We moeten deze even goed zetten. Ik Zoom even wat in. Nu gaan we wireframe gebruiken. Oftewel als ik op Z druk, zie je de wireframe. Je kan er heen kijken, maar je ziet nog steeds bepaalde lijntjes. Wat ik heel erg handig vind, om de knopjes goed uh, neer te zetten. Dan selecteer ik één knopje, druk op G X, zet ik hem gewoon gelijk neer aan dit lijntje hier. Zo. Uh, hetzelfde met deze knop. Ik zet een Gx en ongeveer gelijk aan dit lijntje. En nu heb ik dit. Als ik weer even op Z druk en solid, heb ik dit netjes in vergelijking met de speakers neergezet. Nu ga ik wel even op numpad 1 drukken. Selecteer ik deze erbij. pak ik een de zij aanzicht Druk ik weer even op wireframe en druk op GZ en doe ik het beneden ook. Gewoon een lijntje uitzoeken, in dit geval dit lijntje, zodat ik weet dat die niet hierheen steekt. Maar dat ik ook weet dat die knoppen niet door die lijn heen steekt. Dus als ik op zet solid druk, dan ziet het er gewoon helemaal perfect uit. Nu moeten we nog twee uh, vierkante knopjes bijvoegen. Dus ik selecteer het tv, druk op H om het weg te doen. Shift A, plane. Over A zeg maar numpad 7, gaan we in edit mode. Druk ik op S van schaal. Druk ik op Grieks i, hou ik Ctrl ingedrukt. Dan geef ik het ongeveer een, uh, hoe noem je het, een vorm van een knop. Dan gaan we naar voor ASIM nummer 1, druk ik op E. En dit keer doe ik allemaal twee blokjes omhoog. En druk ik weer op E, nog twee blokjes. Druk op S voor schaal en doe ik twee blokjes naar binnen duwen. En we hadden al een bovenkant, dus dat is helemaal mooi. Dus nu hebben we een mooi simpel knopje. Zij aanzicht met numpad 3 R van rotate X om hem vast te zetten op deze lijn. Druk op G en zet ik hem gelijk met de knopjes. Druk op Alt H om de tv terug te zetten. Druk we even alleen dat knopje in. aanzicht, kleiner maken met schaal en Ctrl. Um, drukken we G in. Zet ik hem even grofweg hier neer. Het is veel te groot nog even wat kleiner met schaal van S. S van schaal. En dan uh, ben ik echt al de hele dag bezig. Dus nu moeten we deze gelijk zetten. Wat ik ga doen, ik kies gewoon middenlijn van het, van het uh, draaiknopje uit. Dat vind ik echt het mooiste. Gewoon G, X, weg Middenlijntje. Nu doe ik Alt-D kopiëren. X indrukken van links en rechts. Dus ik hem gropweg ook hier neer. Helemaal prachtig. En van de zijaanzicht zul je zien dat het, het steekt bijna hierin. En een vooraanzicht, het zit te dicht op die speakers. Dus ik selecteer deze met shift. En mijn linkermuisknop. Druk op G, Z. En zet ik hem iets naar beneden, en ongeveer dat deze afstand tussen de knoppen net zoveel is als deze afstand en het randje. Ongeveer goed. Prima. Druk op Z. Druk ik op Solid. En we beginnen onze tv een vorm te krijgen. Heel mooi. Nu moeten we het tv nog een naam geven. Selecteer TV. Druk je op H om het te verbergen. Dit keer. Shift A. En klikken we op tekst. Nu hebben we hier een stuk tekst. Gaan we naar bovenaan zeggen we numpad 7. Drukken we op tab, zodat we het kunnen editen. Backspace. En ik heb het gewoon genoemd. T Hey. Of en V. Tihi, and v. Iets, iets heb te doen met een meme of zo. Tihi. En dan uh, ga ik nou even naar de zij aan met numpad 3. En om de letters wat dik te geven en een beetje een mooi randje. Dat kunnen we doen als we onze letter geselecteerd hebben. Dit tapje met A van ABC. Doen we deze tapje openen, Geometrie. En dan uh, doen we de depth. Eén keer aanklikken, op 0,1. Dus je ziet dat het een mooi randje heeft. En doen we de Extrude, wat het dus dikker maakt, doen we op uh, 0.03 zetten. En nu hebben we een mooie dikke letters met een mooi randje. Vanuit de zij-aanzicht drukken we op R van Rotate, X om hem vast te zetten en Ctrl ik zet hem zo neer. Nu drukken we op G, Ctrl ingedrukt houden en zet ik hem op de gelijke lijn met de knopjes. Drukken we op Alt H om de tv terug te brengen. En met 1 gaan we naar vooraanzicht. Drukken we even de letters aan. Maak hem gewoon een kleine, gewoon grob weg, Doen we in. Nu vind ik het zo mooi om hem precies in het midden te zetten van het scherm. In plaats van in het midden van de hele tv. Anders ziet het er zo raar uit als het aan de zijkant zit. Dus we gaan op G drukken. Dit keer druk ik verder helemaal geen andere knopjes in. Gropweg, wacht even iets kleiner dat er wat ruimte zit tussen deze rand en deze rand. En dan gewoon op de oog. Zoiets. Zit hij in het midden. Niet helemaal. Dus ik druk op G, X. Nu is het zo dat dit is heel grof. Grof uh, bewegen. Als we kont ingedrukt houden is het minder grof. Maar dan op de grid. En als we shift ingedrukt houden. Zie je dat hij niet zo grof beweegt. Dit is uh, ook heel erg handig om af en toe wel eens te gebruiken als je hele kleine stapjes moet zetten. Dus we zetten hem ongeveer hier neer. Ik denk dat het ongeveer in het midden is van het scherm. En nu, als ik op al A ingedrukt houd, hebben we de basis van het tv gedaan. We gaan nu kleuren toevoegen, dus klikken we op het tv. Dan gaan we naar dit tapje hier met een balletje. En standaard zit er al een materiaal in. Dus hoeven we geen nieuwe te maken. Maar ik kan toch een nieuwe naam geven: zwart. En dan veranderen we deze op een langere lijst. Deze lijst is veel handiger en die heb je ook nodig. We veranderen deze kleur naar zwart. Niet helemaal, maar een klein tikje ervan af. Kom als... Ja, dit is helemaal prima. Alleen je ziet dat er niks verandert. Ehm. Um, dus drukken op deze tapje hier. Dit is een soort uh, preview. Je laat het gewoon zien wat voor kleur het heeft, zonder dat je zelf licht hoeft toe te voegen en al dat soort poespassen. En nu hebben we onze zwarte kleur. Drukken op de knopjes. En nu goed opletten dat, wat er gebeurt met dat knopje. Ik open dit uh, dingetje hier. En ik druk op zwart. En nu zie je dat dit knopje ook zwart is, omdat ze verbonden zijn. Hetzelfde geldt voor deze knopjes. Druk daarop. Open dit. Op zwart en nu hebben we alles mooi zwart. Nu is het alleen wel zo dat we de reflectie moeten aanpassen. Dit is 100%. Dit is, kun je goed zien wat een previewraampje nou is. Ze hebben ook een, uh, een omgevingsplaatje toegevoegd uh, wat licht geeft, de reflectie. Maar dit is niet wat we gaan gebruiken, dat is een beetje uh, veel van het goede. Dus we doen de roughness of de ruigheid, doen we gewoon helemaal omhoog zetten. Dat is wat ik gebruikt heb. Er zal uiteindelijk wel een klein beetje hier en daar op schijnen. Want je kan aan alle vlakken zien dat het net een andere kleur heeft. Dat is dat voor dat. Nu uh, klikken we op de naam. Doen we deze stapje ook openen en drukken op zwart. Maar we kopiëren deze door op dit knopje te drukken. Zodat we niet weer op use notes hoeven te klikken. Het enige wat we veranderen is uh, de ruigheid veranderen naar punt 2. Ik wil het niet helemaal hebben. En dan doen we de metallic of de metaalheid doen we helemaal omhoog zetten. En we veranderen het zwart weer naar wit. En nu krijg je een soort uh, plastic, chroomachtig idee. Ik zoom even in, druk op Alt A. Dit is wat je nu krijgt. We hebben een klein beetje reflectie. Toch nog gewoon een, een plastic ideetje wat ik uh, mooi vond voor nu. Wat we nu gaan doen is we gaan zo een texture die we net zagen gaan we toevoegen aan de render tab. Dit is de render tab, want ook als je op Z drukt, we waren net op deze. Nu zitten we op deze, dus dit is heel handig om solid mode, wireframe, depth en render. Alleen nu heb ik hem gerenderd op Cycles. Cycles was iets meer een realistische uiterlijk geven aan het plaatje. Uh, maar staat nu op Eevee. Ik weet even niet hoe ik dat moet zeggen. Dus zet hem even op Cycles. Verandert nu nog niet veel. Maar, ik heb een website en er zal een link in de beschrijving staan. Deze website, je hoeft geen profiel te hebben. Er is geen gekkigheid, je hoeft helemaal niks. Klik gewoon op de link, kom je op deze pagina. We gaan dit plaatje gaan we downloaden omdat er een mooie rode lampen in zitten en witte lampen, uh, zodat we dit resultaat hier gaan krijgen. Natuurlijk is het tv zwart, maar zoals je ziet in de schaduw is er een mooie rode kleur en is er een mooie witte kleur op de wit. Uh, nu is het zo, er zijn verschillende. We gaan de de minst gebruiken, omdat dit heeft slechts te maken met uh, hoe scherp de foto zelf is. En aangezien wij geen reflectie hebben, hoeveel wij de foto niet scherp hebben, we gaan eigenlijk alleen maar het licht gebruiken. Dus kun je op deze drukken hier, kom je op een nieuwe pagina en kun je hem opslaan. En eenmaal terug in Blender drukken we op dit balletje met een stokje erheen, want het ziet eruit als een gehapbal met mijn nagel. Uh, drukken we weer op use notes. En dan bij color. Druk op dit rondje hier. En dan druk op Environment Texture. Wordt dit eventjes roze. Druk op Open. En dan ga je naar het mapje waar het plaatje opgeslagen is. Klik je erop. Klik je op Open Image. En dan wordt het toegevoegd. En je kan gelijk zien hoe cool dit plaatje wel niet is. Met een mooie motor. En die kennen we ook wel. En die kennen we ook wel. Maar het gaat er in ieder geval om dat. Dit plaatje geeft licht, licht af en zoals je nu kunt zien wordt deze kant een beetje rood, die kant wordt een beetje wit. En dit geeft gewoon even iets meer details aan dit hele gebeuren dan gewoon een simpele lamp erop te zetten. Uh, nu is het zo dat uh, dit achtergrond Tony gaat gebruiken dat we op deze tv'tje hier moeten drukken. Dan ga je naar het tapje film. En dan druk je op transparant. En nu is dat weg. Dan zie je ook iets duidelijker wat er hier aan de hand is. Natuurlijk moet het nog gerenderd worden. Dus vandaar dat je overal stippen en dingetjes ziet. De volgende keer gaan wij de joystick maken, een kleur geven. En misschien nog even wat anders doen. Uh, voor nu. Als je nog vragen hebt of een verzoek, stel die dan beneden de video. Vond je deze les nou handig? Geef dan een duimpje omhoog. En abonneer op mijn kanaal als je dat nog niet gedaan hebt. Bedankt voor het kijken.